Je wordt ook een soort van hitserig van dit weer. Hitserig, zeg maar, gewoon geil. Hallo sexy beast, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. En dan kunnen we van start gaan, maar niet voordat ik jullie heb gevraagd deze vlog te liken. En om je te abonneren op dit kanaal, dat kun je allemaal hieronder doen. Druk dan ook gelijk even het belletje in, zodat je een notificatie krijgt wanneer er een nieuwe sexy beast is geüpload. Ja, die views die moeten omhoog, gisteren ging het goed trouwens, maar ze kunnen nog veel hoger. Dus zeg het voort sexy beast, zeg het voort. Nou, en dat gezegd hebbende, kunnen we... Ja, nou, dan gaan we... Oh, dat is wel heel laag. Nee, goed. We gaan even de dag doornemen. Terwijl ik even het bed opmaak. Dan hebben we dat maar gedaan. Dus ja, wat gaan we vandaag doen? Ik moet zo... Ik ben nog best wel laat. Naar de fietsenmaker. Want dan moet ik Dennis zijn fietsen even brengen. Dat is hier in de buurt, dus daar fiets ik dan eventjes naartoe. Dus dat gaan we... Kijk, het is meneer Olifant, ik ken die jongen wel. Dus dat gaan we sowieso doen. En ik had beloofd dat ik de buurman van twee huizen verderop even zijn haar zou knippen. Die is vandaag thuis aan het werk. Dus hier ga ik om 1:30... ga ik even zijn haar knippen. Dus dat zit ook in de planning. En voor de rest is het weinig. We laten het... ik laat de gordijnen maar dicht, denk ik. Ja. Dat is wel het beste. Dus dat. Dus... ja, ik ga de rest niet zoveel doen, dus dat is het eigenlijk wel. Het bed is inmiddels opgemaakt, dus dat heb ik alvast gedaan. Ik ga jullie even laten zien wat ik vandaag aan heb. Dat kunnen we nu eigenlijk gelijk wel even doen. Ja, nou, dit heb ik aangetrokken. Dit t-shirtje is eigenlijk van Dennis. Misschien... Herinneren jullie nog wel het t-shirtje dat ik laatst aan had van Merlin Monroe, die een kauwgombel blaast? Die had ik op Santorini gekocht en in dezelfde winkel heeft Dennis deze gekocht. Dit is van Breaking Bad. Dit is die acteur. En Bryan Cranston. Op een auto. Nee, goed. Nou, die broek kennen jullie. Die schoenen kennen jullie ook. Dus dit heb ik vandaag aan. Maar goed, ik weet niet, ik moet die fiets natuurlijk vanmiddag ook waarschijnlijk wel weer ophalen. Maar ik denk als ik straks thuis kom van die fiets wegbrengen, dat dit dan gewoon lekker uitgaat. Want dat naakt zijn van gisteren, dat is eigenlijk best bevallen. Nee, goed. Maar voor de buitenwereld heb ik even dit aan vandaag. Oké, nou, ik moet gaan. Haar in een knot. Ja, nou, dan gaan we dus Dennis zijn fiets even wegbrengen. Ik bedenk nu ineens pas dat... Dat betekent dat ik dan natuurlijk zelf terug moet lopen. Nou, dat is heel ver, maar toch. Ik heb toch het gevoel dat ik... iets heb toegezegd... Mag ik beter niet dat kunnen doen, maar goed, maakt niet uit. Ik ga de fiets wegbrengen en loop ik eventjes terug. Dat geeft me wat te doen. Nou.
dit is de fiets. Daar gaan we. Jezus, het is godverdomme 9 uur 's morgens. Ik loop nu naar huis van die fietsenmaker af. Het is nu al bloedverziekt heet. Ik dacht, nou, is wel lekker, ga ik gelijk een stuk lopen. Maar ik ga, nou, ik ga nu niet een groot rondje wandelen met dit weer. Ik loop nu helemaal leeg, verschrikkelijk. Ja, ik dacht, komt eigenlijk wel mooi uit. Dan kan ik gelijk een ruststukje gaan lopen. Ik moet toch naar huis lopen. Maar ik hou het kort, want het is godverdomme het bloed. Dus ik het heet al, het is 9 uur 's morgens. Het is niet normaal dit. Nou, ik moet vanmiddag weer de fiets ophalen, dus dat is prima. Nou, dan moet ik natuurlijk ook weer lopen. Dus dan heb ik wat mij betreft gelijk mijn wandeling gedaan. Dit is niet te doen nog. Bloed, zoals ik het heet. Ik loop aan alle kanten leeg. Nou, ik fris weer. Ja, sorry mensen, ik moet deze vlog echt even onderbreken. Ik zit nu terug te kijken en wat een gezeik over dat weer is. Dat ik het bloedfysiek het heet heb en dat het geen weer is waar ik voor gemaakt ben. Nou, weten we het wel, maar ik kan ook echt wel van het weer genieten. Gewoon lekker in de tuin, in mijn blote reet. Onder de parasol met een goed glas limoncello. Lekker koud, veel ijs erin. Heb ik het prima naar mijn zin om mensen. Nou, proost, zou ik zo zeggen. En snel weer terug naar de vlog. Mensen zijn me heel raar aan het kijken, ik kan me eigenlijk niet schelen. Wat vreselijk. Ja, ik zat gisteravond dus in een dipje. Zoals ik zei, en dat ik vertelde natuurlijk tijdens het wasophangen. Dat ik wel wat leuks wilde gaan doen. Dan was ik wel aan toe. Nou ja. En hebben Den Bomp en ik dat nou uiteindelijk gedaan of niet? Ik zal het nooit weten. Nee hoor. Ik laat het jullie even zien. Omdat ik zo grijnig was, zijn we even wat gaan eten samen. Dus we zitten nu bij Klaas, bij Jovol. Heel leuk puntje. Ja? Lekker. En ik heb een gin tonic. Jij bent de snelste tevreden met één bol. Ja, papa. Nou, dat was best gezellig en lekker. Dus ja, we hebben wat leuks gedaan. En daar was ik wel lekker van aan toe. Nou, vandaag voel ik me sowieso een stuk happier dan gisteren. Ook al heb ik al mijn kleren aan. Maar goed. Niet dat ik van plan ben om het echt vaker te doen, maar dat naakt vloggen levert je wel een hele sloot kijkers op. Want ik heb nog nooit zo snel zoveel views gehad op een vlog. Dus dat zegt wel iets over jullie dirty bastards. Maar bedankt daarvoor. En ik hoop dat ik nieuwe kijkers erbij heb gekregen en dat jullie een beetje blijven hangen. Nou ja, goed. Zo in deze pest hitte. Dan zou ik het liefst wel gewoon, ik geloof dat ik de hele dag naakt willen zijn, maar goed. Je wordt ook een soort van hitserig van dit weer. Hitserig, zeg maar, gewoon geil. Overal waar ik kijk zie ik knappe, zweterige mannen op fietsen. Oh mijn god. Het is 9:15 en ik heb het idee dat ik nu al genoeg heb gedaan voor de hele dag. Helemaal klaar mee weer. Zo, nu niet op. Wat heerlijk, het waait een beetje. Het geeft een lekker wat verkoeling. Ik ga het even de buurman knippen. Met mijn knipspullen. In
neppe Michael Kors tas. Dat had ik beloofd, dus dat ga ik niet even doen. Oké. Nou, buurman ook weer geknipt. Dan gelijk de volle bak weer terugzetten. Zo. Nou, als ik nou ook nog even boven ga stofzuigen. Dan kan ik de rest van de dag en niks doen. Cheers. Op de pop. Hallo. Fucking hitje. Hoe is het? Niet doen, ik vind het veel te warm. Oh, poepenkindje. Poepenkindje is heel druk gewoon. Poepenkindje is zo lief. Ja, nee. Jawel. Kom, gaan we niet dansen. Ja, doe ik niet op die camera, joh. Ik zet uit. Ik moet even omkijken. Zo kijk, ja. Okay. Zijn ook weer samen. Hè? Ja? Zegt jullie zijn ook weer samen. Ja, ga mee. Aangezien Den Bomba weer thuis is, Liedje weer blij, eindig ik deze vlog. En dat doe ik zoals altijd met de wijze woorden. Adik. Doei. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dikke doei.